auditeren, jouw MAF-auditie. Hoe was die? Nou, ik weet nog dat ik was heel zenuwachtig, want ik weet dat het een speldocent bij mij thuis had gezegd, ja, jij kan niet meer spelen. Dan was ik natuurlijk helemaal verdrietig onder, dat is een heel verhaal. En dus ik kan hier auditie doen en toen heb ik eerst twee liedjes gezongen, ook twee nummers die totaal verkeerd gekozen. Life of the Party, dus dat is echt een enorm sexy lied en ik was 14 jaar. En With You uit Ghost, dus die deed ik. En toen zei ze ook van, nou ja, je bent door, zeiden ze meteen. Nou, ik dacht, ik kon niet geloven. Toen hadden we nog een tweede ronde. En met monologen en dat ging ook allemaal echt goed. En toen kwamen dus die spekaudities. En toen werd ik inderdaad uitgenodigd voor alle drie. Want de dansauditie, daar was ik ook het meest zeker over. Dat was altijd wel mijn ding. En toen, die spekaudities waren ook echt geweldig. Ik weet nog, ik kon het niet geloven dat ik daarvoor was gevraagd. En toen werd ik er ook nog voor aangenomen. Dat is, ja, top. Helemaal geweldig.